video. Vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete make-up van het moment. Zoals je kunt zien ben ik nog helemaal niet opgemaakt. Ik ga me dus ook echt opmaken met al die producten. Ik merk de laatste tijd dat ik heel de tijd naar dezelfde producten neig. Dus heel de tijd als ik iets ga doen en me ga opmaken. Het is gewoon bijna een onbewust iets. Ik doe het niet eens meer per se bewust. Dan pak ik gewoon de hele tijd automatisch producten waarvan ik weet deze gaan gewoon goed zijn de hele dag. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een hele video maken met al die producten. Want dan kan ik jullie ook laten zien wat mijn faves zijn. En dan kun je ze ook gewoon gelijk in actie zien. Want altijd wanneer ik dit soort video's maak en de producten niet gelijk aanbreng, krijg ik altijd comments met Sarah. Het is leuker als je het ook gelijk aanbrengt. Want dan kunnen we het zien. Dus bij deze, dat ga ik vandaag doen. Dus dit wordt echt een full face met mijn favoriete make-up producten van het moment. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Voor de mensen die mijn post hebben gemist en nog niet op de hoogte zijn. Mijn video's worden voortaan upgeload om 12 uur in plaats 1 uur. Dus nog steeds gewoon wel maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Maar dus in plaats 1 uur, 12 uur. Nou, laten we snel beginnen met de video. Ik heb zin in de video van vandaag, want het wordt een positieve video. Want we gaan lekker goede producten gebruiken. We gaan van start met primer. Wat ik de laatste tijd doe, is dat ik ook vaak een primer spray gebruik. Wat ik nooit echt heel vaak deed. Ik gebruik mijn Milani Rose Water Setting Spray. Je kunt die voor je make-up doen of daarna. Ik ga hem ervoor doen. Zo, dan is mijn gezicht gelijk een beetje gehydrateerd voordat ik met de make-up begin. Het enige wat ik al op had was zonnebrandcrème en mijn dagcrème. Ik zal even laten zien welke ik gebruik. Dit is de zonnebrandcrème die ik gebruik van Biotherm. En de dagcrème die ik gebruik is van Clay & Glow. Daar krijg ik nog best wel vaak vragen over. Dan ga ik ook nog in met mijn Elf Putty Primer. En die gebruik ik voor mijn poriën. Dus dan pak ik een heel klein beetje. En die breng ik alleen maar aan bij de plekken waar ik het gewoon extra smooth wil hebben. Lekker indrukken. De foundation waar ik de laatste tijd elke keer naar neig, zo vaak zelfs dat hij gewoon al bijna op is. En dat is mijn Benefit Brightening Foundation. Ik heb hem in de kleur 6. Wanneer ik niet heb gebruikt is mijn kleur 4. Dus dat is misschien handig voor jullie om te weten. Deze is gewoon bijna op en dat is voor mij heel speciaal. Want ik heb zoveel foundations en ik wissel zo vaak af dat mijn foundations bijna nooit opgaan. En deze heb ik nou echt al zo vaak gebruikt dat hij gewoon echt bijna op is. Maar ik vind hem echt super fijn. Het is gewoon een goede everyday foundation. Met een medium dekking en een naturel finish. Hij blijft ook gewoon de hele dag goed zitten. De kleur is ook perfect voor mij. Hij blendt gewoon goed in. Ik vind het gewoon zo'n makkelijke foundation dat ik gewoon elke keer hiernaar neig. Ik moet wel zeggen, het is niet een everyday foundation voor de meiden die denken ik wil niet al te veel make-up op. Dit is gewoon wel echt een foundation. Het is niet iets waarvan je zegt, ja, je kunt het bijna niet zien op de huid en dat soort dingen. Dat is het totaal niet. Het is wel echt gewoon make-up, het is echt foundation. Dus deze moet je alleen maar halen als je dat ook echt wilt. En niet als je gaat voor de natural look. En de concealer die ik nou echt het vaakst gebruik is mijn Tarte Shape Tape. Deze is helaas hier niet te koop. Ik heb de kleur Light Medium Sand. Maar mocht je ooit naar een Sephora gaan of whatever, dan raad ik hem echt zeker aan. Want dit is gewoon echt een super goede concealer. Gebruik alleen niet te veel, want hij is vrij dik. En het kan al snel too much worden. Maar deze heb ik gehaald in de Sephora in Spanje. En ik heb tot de dag van vandaag geen spijt. Dus zodra ik weer naar Spanje ga, ga ik zeker weer een nieuwe halen. Dat ik een backup heb, want deze is echt fantastisch. Zo, mijn basis is nou helemaal mooi en smooth. I love it. De losse poeder die ik de laatste tijd ook gewoon echt elke keer gebruik is mijn Makeup Studio losse poeder kleur 1. Deze is echt fantastisch. Echt gewoon meer heb ik er gewoon niet over te zeggen. Dit is echt een super goede poeder. Hij is niet per se heel mat of heel glanzend. Het is gewoon een beetje een naturel everyday poeder. Geschikt voor echt denk ik elke huidtype. En echt top. En ik heb een kortingscode voor hun website. Die staat beneden in de beschrijving. Dus mocht je hem willen gebruiken, als je mijn code invoert, dan hoef je lekker minder te betalen. En dat is altijd goed. Echt, I love deze poeder. Hij heeft ook geen flashback, dus je kunt gewoon lekker veel foto's maken met flits en zo. Het is echt een super, super, super goede poeder. En ik gebruik hem echt al super vaak sinds ik hem heb. En ik heb hem nog niet eens zo heel lang, echt een maandje of zo. Dan is het nu tijd voor poedercontour. Qua poedercontour ben ik altijd super saai. Ik gebruik altijd dezelfde twee producten. En een van die twee is dit Revolution paletje. Super, super goedkoop. Maar ook echt super fijn om mee te contouren. En ik gebruik altijd deze kleur. Dit is echt geen shocker voor de mensen die mij al lang volgen. En ik breng ook altijd nog een pressed poeder hier aan. Ik gebruik altijd deze Benefit Hello Happy poeder foundation in de kleur 2. Ja,
Je kunt wel zien dat het een van mijn favoriete poeders is. Ik heb ook nog een aantal andere lichte pressed poeders die ik ook hiervoor gebruik. Maar ik neig toch altijd naar deze van Benefit. Want hij is gewoon echt amazing. I love it. Echt een super goede poeder. Dan een beetje van de poeder weghalen met deze kwast. Niet te veel en te hard vegen, anders veeg je alles ervan af. Dat is ook weer niet de bedoeling. Zo, en dan als alles erop zit, ga ik ook nog altijd in met mijn Action Spray. Deze spray van Max & More. Echt een dupe van de MAC Fix Plus. Deze is echt fantastisch. En deze gebruik ik altijd midden in mijn make-up proces om alles minder cakey te maken, minder dikkig. En dat alles mooi in elkaar smelt. En ik heb echt al 2000 keer verteld over deze spray, dus ik ga nou niet weer helemaal 10 minuten erover praten. Ik ben er by the way vandaag achter gekomen dat ik mijn Fenty Gloss Bomb ben kwijtgeraakt. De beste gloss ever, letterlijk van alle glossjes die ik hier heb staan. Ik heb hier zeker meer dan 100 glossjes staan. Is mijn Fenty Gloss Bomb echt mijn beste gloss? Ben ik hem gewoon kwijtgeraakt. Ik weet niet wat er is gebeurd. En het kutte eraan is dat hij ook hier niet te koop is. Die is ook alleen maar te koop bij Sephora. Had ik ook gehaald in Spanje. Dus ik kan hem ook weer niet zo 1, 2, 3 opnieuw halen. Ik ben daar echt best wel nooit over. Ik verlies echt nooit make-up. Echt nooit. En dan wanneer ik een keer iets verlies, is het weer gelijk iets wat ook hier niet te koop is. Echt super annoying. Oké, ik laat mijn gezicht even gewoon voor wat het is. Ik ga nou beginnen aan mijn ogen. Ik hou mijn ogen gewoon heel naturel. Want dat is altijd wat ik doe als ik ergens heen ga. Een van mijn favoriete betaalbare paletjes hiervoor is het LA Girl Pro Artistry Paletje, ja, zo heet die. En dit zijn alle kleurtjes. Ik had deze ook een lange tijd geleden in een video getest en ik vond hem echt super goed. Hij is niet super betaalbaar, hij is iets van 18 euro of zo, maar nog wel betaalbaar vergeleken met alle 40 euro paletjes en zo. LA Girl is over het algemeen een goedkoop merk, maar dit paletje is voor hun doen wel wat duurder. Deze is gewoon te koop bij Pussy Shop en ze hebben ook nog een aantal andere varianten. Maar deze vind ik echt ideaal gewoon voor makkelijke ooglooks. Ik ga beginnen met deze iets lichtere matte kleur voor in mijn arcadeboog. En ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 228 Fluffy Quash. En dan ga ik die kleur helemaal zo in mijn arcadeboog aanbrengen. Niet too much, gewoon een beetje. Ik wil weer niet een al te heftige look maken, want ik ga straks ook weg. En ik heb geen zin om hem weer helemaal opnieuw op te maken. Wat ik ook echt geweldig vind, is deze super grote spiegel. Echt, I love it. Je kunt gewoon echt heel je gezicht zien. Dan ga ik in met een iets donkerdere bruine kleur, om alles wat donkerder te maken. Ook nog gewoon die Fluffy Quash. En dan breng ik die kleur ook aan in mijn arcadeboog. Zo, en die kleur breng ik dan ook een beetje aan op de onderste wimperrand. Gewoon een heel klein beetje. En dan ga ik in met deze beetje donkere bronzy kleur. Glanzende bronzy kleur. Die kleur breng ik aan met mijn kruidvatkwast nummer 5. En die kleur breng ik gewoon aan over mijn hele ooglid. Deze is super mooi. Kijk even hoe heftig deze glanzende kleur is. De glanzende kleuren in het paletje zijn echt super heftig. Ze hebben wel best wel veel fallout. Dus er valt wel veel op je gezicht. Maar ze zijn wel echt super mooi. De fallout weghaal. Er is echt veel fallout. Ook in het oogschaduwpaletje. Die glanzende kleuren zijn best wel korrelig. Dus ze hebben echt veel fallout. Maar het is wel echt prachtig. Dan pak ik weer die Fluffy Quash met die beetje donkere bruine kleur van net. En dan ga ik een beetje over de randen. Want ik wil het niet te hard hebben. Ik wil echt gewoon een beetje zo'n smoky look hebben. En dat is denk ik zo wel goed gelukt. Ik vind het echt een top paletje. Ondanks de fallout. Maakt het mij niet echt per se uit, want je kunt de fallout ook gewoon weghalen. Het is niet dat het op je gezicht valt en echt blijft zitten. Het zit gewoon op je huid. En dan als je het er gewoon zo van afsweept, is het ook weer gewoon weg. Dus dan is het ook gewoon prima voor mij. Dan pak ik deze licht gouden kleur. En die kleur breng ik een beetje aan in de binnenste ooghoek. Kijk even hoe mooi. I love it. Nu is het tijd voor de winged eyeliner. Ik gebruik bijna altijd mijn NYX Matte Liquid Eyeliner. Super fijne, matte, zwarte liquid eyeliner. Het enige wat wel is, hij gaat echt super snel op. Dus ik moet heel de tijd weer een nieuwe halen. Maar ik heb deze echt al zo vaak opnieuw gehaald. Omdat hij gewoon echt fantastisch is. En dan de mascara die ik sinds ik hem heb elke dag gebruik. En ik overdrijf niet eens. En dat is deze mascara van Kiko van hun vegan line. De Conscious line of zoiets. Ja, vegan volume mascara. Deze mascara is zo ontzettend goed. Niet te doen. Volgens mij is hij ook nou in de sale. Normaal is hij 10 euro. Maar volgens mij is hij nou in de sale voor like 6 euro of iets. Deze mascara, als jij volume zoekt en wilt dat je wimpers mooi omhoog krullen. Dan is dit echt een mascara voor jou. Hij is echt super goed.
En ik ga vandaag voor de verandering een beetje voor naturel wimpers. Tenminste, naturel voor mij. Ik gebruik weer deze Primark wimpers, maar deze keer de stijl 709. Dit zijn mijn favoriete everyday naturel wimpers. Voor de onderste wimpers ga ik een andere mascara gebruiken. Ik gebruik deze van UMG Cosmetics, de 4D Miracle Mascara. En ik combineer hem met deze mascara primer van L'Oreal Paradise Primer Mascara. Dus deze ga ik aanbrengen, deze wimpers ook. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ogen zijn helemaal klaar. I love it. Ik ga nu mijn gezicht bronzen. En de bronzer waar ik de laatste tijd ook het meeste naar neig is deze bronzer van New Standard. Ik heb de kleur Toasted Coconut. En het is echt een prachtige matte bronzer. Het is wel een hele dure bronzer, dat wel. Maar ik vind hem echt fantastisch. I love it. Ik gebruik by the way ook altijd hun bronzerkwast. Is ook van hun lijn. Kijk, hun naam hier. Ik krijg vaak vragen welke bronzerkwast ik gebruik. Dan lekker veel bronzer, want daar hou ik van, hè, jongens, dat weten jullie. En een blush waar ik de laatste tijd ook vaak naar neig is Life's a Peach Blush. Deze is echt geweldig, is echt de perfecte peachy kleur. Het is niet, ja, het is een matte blush, maar er zit een hele lichte glans doorheen. Gewoon echt perfect, gewoon net genoeg. En deze blush is echt geweldig, vooral voor je everyday looks, omdat hij niet per se heel erg opvalt. Mijn highlighter is net zo'n gevalletje als die mascara van net. Sinds ik hem heb, kan ik hem echt niet meer wegleggen. Echt bijna letterlijk elke keer als ik iets ga doen, gebruik ik deze. En dat is mijn Milani Baked Highlighter in de kleur Champagne nummer 120. Je hebt hem ook in een aantal andere kleuren als je een lichtere huidskleur hebt of donkerder dan mij. Te koop bij Bougie Shop. Amazing, amazing, amazing. Ook niet super duur. Is van 15 euro of zo. Dus echt wel redelijk betaalbaar. Niet heel goedkoop, maar hè, ook niet heel duur. Deze is echt gewoon fantastisch. Gewoon echt fantastisch. Een lekkere mooie glans. De kleur is mooi. Het smelt mooi in je huid. I love it. Kijk even hoe mooi die glow is. Oh my god. Voor de lippen had ik nou echt absoluut mijn Fenty Gloss Bomb willen gebruiken. Maar helaas. Die is kwijt. En ik lach, maar ik lach niet. Ik ben er echt niet blij over. Maar ik ga jullie alsnog echt een fantastische bruine nude lip combo laten zien. Echt geweldig. Ik gebruik dit NYX potloodje. In de kleur brown volgens mij. Ja, er staat gewoon echt letterlijk op brown. Bruin. Dit bruine lip potloodje gemixt met deze lipgloss van UMG Cosmetics. Dit is in de kleur red brown. Deze combi is echt fantastisch. Super mooie nude lipgloss. Het is wel nude als je een iets donkerdere huidskleur hebt, want het is wel echt gewoon een bruine kleur. Dus als jij een lichte huidskleur hebt, dan wordt het gewoon een beetje een bruine gloss. Dan wordt het niet echt meer nude. Maar in ieder geval, deze combo is super mooi. En dan kleur ik mijn lippen ook er weer in, want ik gebruik nou geen lipstick, alleen maar die gloss. Dan doe ik ook zo'n beetje zo inkleuren. Kijk even hoe mooi dit is. Misschien om dit een nude te noemen is misschien een beetje ver gezocht. Het is een best wel opvallende kleur, maar ik vind het echt prachtig. Deze combo, I love it. En de laatste tijd gebruik ik ook heel vaak mijn Bradman Rock It X Wet n Wild Fixing Spray. Omdat deze zo'n hele lichte, subtiele glans geeft. En daar hou ik van, dus deze vind ik heel fijn. Nou mensen, dit was dan de gehele make-up look met alle make-up producten die ik de laatste tijd echt het vaakst gebruik. Ik ben ook echt super blij met hoe ik er nou uitzie. Ik vind het super mooi, alle producten raad ik aan. Laat me ook weten weer wat je van de video vond, van de make-up look, van de producten. Heb jij nou ook make-up producten waarvan je denkt, deze gebruik ik super vaak en zijn echt heel erg fijn. Laat het ons ook weten, want dan kan ik die producten ook weer proberen. En dan vind ik weer misschien nog betere producten dan die ik al gebruik. Dus daar ben ik ook altijd heel erg benieuwd naar. En ja, zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!